Ik weet niet wie het heeft, maar het moet iemand zijn. Het moet iemand van hier zijn. Ik heb zin in een kaasknabbeltje. Heb jij er ook zin in? Ik wil weten wie mijn vader vermoord. Ik vermoed dat jij het was. Ik vermoed eerder dat jij het was. Het is mijn vader. Ik hou van hem. Oh ja? Weet je? We weten het wel allemaal, hoor. Over de Nintendo-incident. De Nintendo-incident? Ja! Jouw vader haat het als je altijd mijn spelletjes speelt. En jij kon het gewoon niet laten om één steekje bij nee, hem te liggen. Nee, 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 niet zo doen. Niet iemand een klein kind de schuld geven. Ik ben niet gestoord. Ik ga niet al die onschuldige mensen vermoorden. Waarom zou ik dat doen? Ik weet niet. Dacht ik al, sowieso dat was jij. Je blijft die mensen de schuld geven en de lijn nemen, zodat het niet lijkt zoals jij het doet. Ik heb letterlijk een... Het is net dat geen... Dat we je niet verwacht. Dus jij bent het! Nou, we verwachten ook niet dat Yoshi het was. Wow. Jij gaat mij niet de schuld geven. Ik heb hier helemaal niks te maken. Ik bedoel, en mij ga je het misschien wel een beetje verwachten. Je moet van iemand vinden die niet te verwachten is. Ja, dus we moeten snel iemand vinden. Maar wie? Misschien was het niemand. Misschien zijn we allemaal onschuldig. Want Waluigi is doodgeschoten door iemand. Ja, nu ben ik helemaal, ik voel me zo eenzaam. En er is geen raam of zo die open is of gebroken, dus ja, is die hier vast in de mansion. Heeft er echt niemand bereik? Nee, blijkbaar niet. Dat betekent, we moeten snel uitvinden voordat we gaan slapen. Ik ben een beetje moe. Jij bent de nieuws, meneer. Kan jij niets doen? Meestal krijg ik altijd, als ik nieuws meneer ben, heb ik meestal zo'n knop in mijn oor en dan zeggen ze het nieuws wat er aan de hand is. Ik heb bereik! Oh, je bent serieus! Als ik naar het dak ga, kan ik misschien meer bereik hebben en kan ik hulp vragen. Ik kom zo terug, jongens. Voor het eerst is King Bamba een held. Ik vertrouw hem niet helemaal alleen daar naar boven gaan. Waarom niet? Hij is een schurk. Kijk wat hij allemaal kan doen. Maakt niet uit. Hij overleeft het wel. Hij is een strijder. Happiness. Kun je nu de politie bellen en... Hey! Jij bent de man of vrouw die iedereen vermoordt. Wacht, ik kon ook gewoon persoon zeggen. Dan was het leek het midden alsof het een man was of... Tja! Ah! Het kwam vandaar! King Bamba is dood. Ah, we kunnen de telefoon niet meer gebruiken. Jakkes! Oké, wie heeft dit? Niemand is hier weggegaan, dus het moet iemand van het huis zijn, toch? Kom ik, ben je zeker dat er niemand anders in het huis is? Ik weet het 100% zeker dat er niemand is. Wat moeten we doen? Nou, misschien moeten we het opgeven en gewoon het eindigen. Ik bedoel, misschien ben je heel mooi, maar toch eeuwig leven. Ik bedoel, misschien is dat beter dan vermoord worden. Maar we kunnen alleen zwemmen naar huis, maar dat gaat wel eeuwig duren. Maar wel chill, dat we met z'n allen, ik weet niet, we kunnen met elkaar praten en zo. En het lijkt wel best wel geweldig. Ik kan er niet meer tegen. Iemand moet nu toegeven wie het heeft gedaan. Ik kan er niet meer tegen. Ze zou sowieso niet toegeven. Ze zijn allemaal bang om gearresteerd te worden. Ik ben niet dood. Hey. Je gaat sowieso dood. Hey, praat niet zo tegen haar. Ja, sowieso dood. Hey, jij gaat dood. Zolang ik één keer ben, ga je sowieso niet dood. Misschien heb ik een idee. Wat? Nou, we moeten even denken aan alle mensen die dood zijn gegaan buiten Spike. Oké. Dus alle mensen die dood zijn gegaan, wat hebben die te maken in onze levens? Hoe komt dat zij dood zijn gegaan en dat te maken heeft met ons, daardoor wij involved raken door hem te doden? Geen idee. Ik bedoel, ik heb iedereen's verzekeringen. Wie praat er onlangs met een therapeut? Wie heeft er onlangs toch met een therapeut gepraat? Die heeft ernstige problemen. Ik denk niemand van ons eigenlijk. Jawel. Sorry, maar ik moest zeggen. Luigi.
kunt wel mogelijk. Luigi. Haat jij Waluigi? Kom op, man. Je moet me vies doen. Ik weet wat jij probeert. Oké, haat jij Bob, jouw oude baas? Ik ken hem niet eens zo goed, oké? Okay? Hoe zit het met Bob White? Kom op, dat was een butler van mijn vriendin. Ik denk niet dat ik hem zomaar zou vermoorden. Want het zijn wel exact een beetje de mensen die jij niet zou mogen. Waarom zou ik... Oké, ik moet hem iets bekennen, Luigi. Je weet toch... Bob White? Ja. We sliepen met elkaar. Wat? Het spijt me, maar we waren zo alleen. Ik haat het dat je altijd in Mushroom Kingdom bent, nooit bij mij bent. Kon je me dit aandoen? Je hebt net mijn hart gebroken. Zie je? We weten dat Luigi nu onschuldig is, want Luigi heeft nu pas gemerkt en hij is al lang dood. Dus het betekent eigenlijk Luigi onschuldig. Nee, ik heb het helemaal niet gecheat. Ik kon toch gewoon zijn naam verzuiveren. Oh, oké. Okay. Dan klinkt dit nog wel perfect. Wat, dacht je echt dat ik zou cheaten? Ik weet niet, ik bedoel, het klonk geloofwaardig wat je zei. Ja, klonk geloofwaardig, maar ik heb het niet gedaan. Ik wil niet met het vingertje wijzen, maar ik heb echt mijn hart. Het voelt echt alsof het twee mensen zijn. Cranky of Rosalina. Eén van die twee moet dat gewoon zijn. Hoe durf je mij de shoot geven uit te kanten? Huh? Waarschijnlijk jij was het, hè? Huh? Of niet? Dat kan ook Rosalina zijn. Waarom zou ik die mensen vermoorden waar ik niks om geef? Ik weet niet. Dacht ik al. Waarschijnlijk jij was dat, of niet? Ik was dat niet. Ik ken zelfs van Luigi niet eens goed. Hij is een aardige gast. Hij heeft mij ooit geholpen. Oké. Dus hou dan je mond, oké? Okay? Om mij het vingertje te wijzen, oké? Okay? Jezus. Rosalina, heb jij het gedaan? Helemaal niet, oké? Okay? Ik weet niet wat is hier, wat er aan de hand is. Oké, okay, we gaan hier nergens mee komen. We moeten echt bewijs vinden. We kunnen niet de hele tijd mensen de schuld blijven geven, want ze zijn sowieso niet. Laten we even naar de woonkamer gaan. We moeten Bowser wel begraven of zo, of niet? Ja, misschien zou het wel misschien het beste zijn. Ja, want anders gaat het hier echt stinken. Ja, kom doen. Waar is Bowser zijn lichaam? Ik weet zeker dat het daar was. Wat? Dit is raar. Helemaal raar. Is hij weggelopen? Waarschijnlijk. Er is een spoor bloed. Hij leeft nog. Zou hij gelogen hebben tegen ons? Dat betekent hij is de moordenaar. Het kan niet anders. Het moet wel Bowser zijn. Dat klopt! Je hebt mijn vriend vermoord. Yep. En ik heb genoten. Weet je waarom? Ik heb nooit God gevonden. Fuck hem. Weet je wat ik heb? De testen. Ik word een god. Heb jij dat serieus niet meegenomen? What the hell's wrong with you? Hey, doe rustig. Als ik daar het glad aan het buiten, misschien naar daar kunnen gaan terwijl hij weg was. Ik was de hele tijd op een missie met die. Kom mee, Bowser, kom naar hier. We wisten het hele tijd al. Jullie leugenaars. Jullie leugenaars! Dank je! We weten gewoon nooit dat ik van je zou winnen, dus laat hem vaarloos. Oké. Ik hoef niet te vechten. Maar Bowser, waarom? Ik had echt vertrouwen in je dat je was veranderd. Ik dacht dat we echt vrienden waren. Ik ga je nooit vergeven voor wat je hebt gedaan. En met deze tijdster kan ik de wereld overnemen. En Rosalina, je bent echt zo dom om dit achter te laten. Ik dacht dat je elke seconde dit bij je baas zou houden. Ik was bang, oké? Okay? Ik was bang. Bij die nieuwe galacties zei je dat je dat zou bijhouden. En toen heb ik me gezworen dat ik achter dit ding aan zou gaan. En raad is... Ik heb het. Is er iets waardevoller dan de tijdster? Nee. Ik ben nu een god. En jullie zijn gekookt. Niet. Wat is er mis met jou? Onschuldige mensen vroegen. Ik vond het grappig. Omdat jullie elkaar zouden ruzien. Om te zien wie de schuld was. Ik wou Luigi wel vermoorden als eerste. Maar ik dacht.
Het zou grappiger zijn als hij ook misschien beschuldigd wordt. Ja, idioot! Wat ben je ook? Ja, wat ben ik? Kan ik of jouw zoon de schuld gegeven? Was ook grappig. Ja, ook wel. Maar niemand gaf hun de schuld, dus ja. Dat wist ik al. Ik had eigenlijk grotendeels het gevoel dat Wario het gedaan had. Wat?! Waarom denk je dat ik mijn beste vriend zou vermoorden? Ik weet niet, hè? Jullie twee samen schurken. Het geld gaat meestal. Ik dacht dat je misschien het voor jezelf wou houden en hem vermoorden. Ja, dat is eigenlijk best wel iets wat je zou doen. Dat klinkt wel waar. Ik had ook een beetje het gevoel dat ik dat had eigenlijk gedaan. Wat? Ik had er een beetje mijn gevoel bij. Hij is dom. Maar betekent, je bent hier de echte moordenaar zoals altijd al. Hoe durf je? Nou. Dat maakt me niet uit, want nu ga ik jullie verslaan. BAM! Hé, hey, doe eens rustig, man! Mijn arm! Kike, niet bewegen! Nou. Waar zijn mijn manieren? Het is echt raar. Je had God gevonden en ineens kreeg je hem terug. Had je niet een beetje het gevoel dat je iets goed voelde? Nee. Daisy. Voelt er iemand hier zich zwak? Wat heb je gedaan? Die tester, je kan zelf kiezen hoe sterk je kan worden. Daarom is iedereen nu zwak. Hoe komt dat Bowser het zelfs ontdekt heeft? Waarom maak je het zelfs, sukkel? Ik had het kunnen weten als je achter mij aan zat. Daarom sprak je me aan, of niet? Ja, en ik dacht, ik was even bang dat je het door zou hebben, maar blijkbaar was het te dom. Wacht! Het is nog niet voorbij. Jawel, het is voorbij. Tijd is maar gewoon een kracht dat je gewoon geeft. Weet je... Maar een echte kracht zit in je hart. Zoals echte mannen het doen. Weet je, het kan me niet schelen. Jullie zullen toch allemaal sterven. Laten we gaan! De hele tent zat in de fik. Iedereen eruit! Met mijn arm doet pijn. Wacht! Ik ga je helpen. Laten we gaan! Bah, zo! Andere kant, andere kant! Kom op, dat meen je niet. Wij gaan sterven, wij gaan sterven! Wat? Ergens even, ik denk even... Waarom heb je dat gemaakt, je sukkel? Huh? Ik dacht dat misschien de plas op buiten heeft... We gaan we sterven! Jij bent dom, dat is waar je bent! Jij bent dom, je bent dom! Waar ben je te praten? Je bent dom, Je bent dom, Oké, wij gaan sterven, wat nu? Laatste woorden zeggen. Nee, we moeten een uitweg vinden. Maar waar? Alles staat overal in brand. Ik weet niet. Als ik mijn paraplu bij had en ik een mietje was, kon ik naar boven vliegen. Huh? Dat is het, ik kan vliegen. En jij ook. Ja, maar alleen zijn jullie niet te zwaar? Hé, hey. Kom op, jullie kunnen het wel. En wij kunnen springen. Alleen doet mijn arm pijn, dus ik heb nu even geen... We gaan allemaal proberen te helpen, maar we moeten eerst Donkey uithalen. Hij is het ergste aan toe. Nou, we moeten snel doen, want ik ga jullie gewoon opofferen. Wat? Wat doe je? Egad? Wat ben je aan het doen? Jullie me gewoon opofferen, oké? Die vuur! Ga weg, nu! Help me! Dank je. Waarom zou je opofferen als ik je niet eens mag? Je mag me altijd, kid. Geef het nou maar toe. Laten we gaan. Bas! Zijn ze dood? Zijn ze dood? Ik denk het wel, sier. Maakt niet uit als ik nu een fight ga verliezen. Ik heb sowieso gewonnen. Ja. Daar is hij! Hou Mario, ga met vechten! Ik kap pas op! Jij vindt dat we de tijdster krijgen! Geef die tijdster nu meteen! Ja! Nou, nee, eigenlijk nee. Ah! Au! Kijk uit!
Niet proberen. Don't do that. Blijf van hem af! Waar jullie vechten, kom weg naar huis. Ja, hij heeft best wel gelijk, denk ik ook weer. Ha. Eerlijk, kom, ja, eerlijk. Ik ga ook weg. Ga je ook niet weg, Daisy? Ik kan Luigi niet achterlaten. Ja, zo, hij heeft vrienden. Het is juist, jij gaat niet weg. Oké. Dit is je man. Ik ga ook weg. Later. Ik kan dit nog vechten. Mijn arm. Dit gaan we ten einde brengen. Ik heb een gun. Ik heb... Wauw. Dacht ik al. Niemand kan tegen een wapen in. Hè? Jawel! Baf! Donkie! Ik moest jullie wel opofferen of niet? Te veel mensen hebben opgeofferd. Het kan echt niet door. Iemand moest doodgaan. Ik was waarschijnlijk die persoon die moest sterven. Maar wat moeten we doen? We moeten de tijdster hebben. Donkie, wacht! Nee! Blijf met je apenmond ademen! Blijf ademen! Hij is dood. Accepteer dat maar. Luigi, ik kan nergens wat voor. Blijf van af! Blijf er van af! Nee! Bah! Wie is er neerschoten? Baas! Papa! We moeten de tijdster pakken! We hebben het! Jullie gaan boeten, ik zweer, jullie gaan boeten. Misschien moeten we allemaal... Nee! Misschien is het best om ze even alleen te laten. Ja. Egad! Hey, hoe gaat-ie? Spijt me wat er met je is gebeurd. Ik heb mezelf opgeofferd. Dat betekent dat ik nu het goede daglicht zal zien. Geen mansion 3 of 4 meer of je weet wel wat. Ja, met flauwe grapjes. Ik ga je missen. Die ogen moeten opwassen. Wie is deze vent? Ja, ik doe er wel door. Die is best wel eng. Wie is deze gast? Laten we gaan. Laat maar. Nou, we hebben de goed geëntertained. Ja, nou, Aloïs gaan we neerschieten. Dus wat gaan we nu doen? Weet je dat ik hem zou vermoorden? Wat gaan we nu doen? Zij hebben de tijdster. Ik heb een verrassing voor iedereen hier. Hey, waar ga jij naartoe? Ik ga een tijdje spenderen, even op vakantie. En Pies gaat met jou mee? Yep. Nou... We moeten een pauze nemen van dit alles. Ja, ik bedoel, het is wel een tijdje geleden wanneer we even konden rusten als Bowser de hele tijd blijft. We moeten wraak nemen op Rosalina voor alles wat ze heeft gedaan, die duivelin. Eerlijk, door haar is alles gebeurd, door dat Bowser meer motieven van dingen te doen. En door haar is DK dood. Ja, en ook de rest van die mensen en die ene vriend van Luigi die ik nog steeds de naam niet ken. Ja, Egad. Ah, Egad. Ik ga zijn naam onthouden. Nou, misschien zien we wel elkaar, maar ik kom hier zo snel mogelijk terug.
Oké. Be safe. Ik zie je, Luigi. Je ziet aan de andere tijd. Haha, grappig. Andere tijd. Ik denk een selfie moet maken met zonder mijn pet. Wat denken jullie? Misschien zou het wel werken. Hey. Wow. Wow! Oh! Waarom is het hier zo donker? Kop dicht. Het ruikt hier echt naar schildpadden. Omdat het ook is. Wat? Ik snap het niet, ik ben even de weg kwijt. We hebben met de tijdster ook nog iets kunnen doen. Mario heeft een neppe, we hebben nog steeds de echte. Serieus? Dus we kunnen gewoon doen wat we maar willen? Ja, en daarmee heb ik deze mensen weer teruggebracht. Om de strijd tegen Mario voor eens en voor altijd te doen. Mario, jouw leven zal nooit meer hetzelfde zijn. En niemand houdt me meer tegen! Ha 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 ha!